Dat is wel een rol in dat vertrouwen en het wantrouwen dat je denk ik niet moet onderschatten. De vraag nu, waar staan we wat betreft de sociale staat van het land? De paradox van deze tijd is dat we voor veel van de uitdagingen waar we voor staan geen tijd te verliezen hebben en dat er toch heel veel tijd nodig zal zijn voor structureel herstel. We moeten onze verzorgingsstaat heropbouwen en we moeten bouwen aan een samenleving die weer samenleeft. Het probleem is echter dat we als overheid en als samenleving niet langer beschikken over het juiste gereedschap om te kunnen bouwen. Het ontbreekt ons aan grip en regie. Onbehagen regeert het land. Om dat te begrijpen moeten we even terug naar de jaren 80 en 90. Tegen de achtergrond van economische stagnatie, hoge werkloosheid en een oplopende staatsschuld vond er in die jaren een andere manier van denken plaats binnen politiek en bestuurlijk Nederland. De nieuwe mentaliteit is het beste samen te vatten als een beweging waarbij de overheid werd afgewaardeerd en de markt werd opgewaardeerd. En ook binnen de overheid werd het denken in termen van markten het devies. Van bestuurders en ambtenaren werd verwacht dat ze door een managementbril keken. Ze moesten sturen op controle, rendement en het individuele belang van de organisatie. De overheid moest zich hierbij enkel richten op haar kerntaak en al het andere liefst afstoten. Specialistische kennis stroomde de overheidsorganisaties uit. Externe kennis van dure consultants stroomde de organisatie in. Je zou kunnen zeggen, door te weinig kennis in huis te behouden, raakte de overheid de regie kwijt en kreeg ze er afhankelijkheid voor terug. Iedereen gaat erover, dus niemand is echt verantwoordelijk. Dat soort idee. Een tweede ontwikkeling is dat de overheid actief marktwerking ging introduceren in de publieke sector. Ze gaf daarmee haar eigen stuur uit handen. Essentiële voorzieningen zoals volkshuisvesting, zorg, openbaar vervoer en kinderopvang kwamen in de handen van commerciële beleggers. Zo kon het gebeuren dat het belang van collectief welzijn ondergeschikt raakte aan korte termijnwinst van beleggers. Dat heeft geleid tot verslechterde toegang tot essentiële voorzieningen en een aanmerkelijke verschraling van het aanbod. De derde ontwikkeling waarbij de overheid grip verloor, is dat zij veel verwachtte van zelfregulering. In de internationale concurrentiestrijd moest het bedrijfsleven zo min mogelijk obstakels ondervinden. Regels die in het leven waren geroepen om werkenden, de natuur en het milieu te beschermen, die werden systematisch versoepeld. Bedrijven kregen vrij spel, met de gedachte dat we allemaal zouden profiteren van een gunstig vestigingsklimaat voor multinationals. Door een trickle-down-effect zouden de rusten zich vanzelf eerlijk verdelen. Maar terwijl het geld rijkelijk circuleerde tussen de kleine bovenlagen van de fontein, sijpelde het niet naar beneden, naar de grote massa. Het resultaat was een samenleving die verdeeld raakte tussen de haves en de have-nots. Zij die hebben en zij die niet hebben. Na de eeuwwisseling kwam daar een nieuwe tegenstelling bij, die van de cans en de cannots. Zij die kunnen en zij die niet kunnen. We moesten zelfredzaam worden, of veerkrachtig zo je wilt. Van burgers en het maatschappelijke middenveld werd verwacht dat ze meer voor elkaar gingen zorgen. De aanname was dat de overheid dat nog minder hoefde te doen. Het was het begin van een decentralisatiegolf waar de inmiddels demissionair premier Rutte nog 14 jaar lang op meesurfte. Sociale voorzieningen moesten dicht bij de burger worden georganiseerd en de nooit bewezen aanname was dat dat vele malen goedkoper zou zijn. Gemeenten kregen een grote verantwoordelijkheid samen met een forse bezuiniging. En zo kon het gebeuren dat onze verzorgingsstaat met zijn ruimhartige basisvoorzieningen geen recht meer is, maar een gunst. En daar waar gunsten worden verleend, gaat het wantrouwen regeren. De angst dat mensen te veel krijgen is groter dan de angst dat mensen tekort komen. De systemen en de cultuur zijn daarop ingericht. Alle goede bedoelingen van individuele ambtenaren en politici ten spijt. Het gevolg is dat de groep mensen die echt afhankelijk is van de overheid wordt geconfronteerd met ondoorgrondelijke bureaucratie, torenhoge terugvorderingen, vernedering en institutioneel racisme. Dat zijn dus niet de mensen zoals ik die de overheid twee keer per jaar treffen voor de inkomstenbelasting of een nieuw rijbewijs. De ondersteuning die mensen onderaan de maatschappelijke
onderaan de maatschappelijke ladder genieten is in tegenstelling tot wat velen geloven geen hangmat. Nee, het is een wielklem. Men zit vast en men komt niet meer vooruit en men komt niet meer achteruit. En zo kan het natuurlijk dan gebeuren dat bestaanszekerheid het thema is geworden van de afgelopen verkiezingen. Wat mij daarbij opviel is dat de meeste politici die zich ineens druk maken over bestaanszekerheid zich slechts bezighouden met de vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat de bestaanszekeren niet bestaansonzeker worden. Het is een defensieve invulling van het begrip bestaanszekerheid als behoud. Hoe zorgen we ervoor dat mensen in bestaansonzekerheid weer meer zekerheid en perspectief krijgen? Bestaanszekerheid betekent dat je kunt zijn wie je bent en kunt worden wie je wil worden. Daar is een basis voor nodig waar je op kan rekenen en bouwen. En in Nederland, u gelooft het nooit, daar hebben we grondrechten voor. Er zijn klassieke grondrechten, zoals artikel 1, dat discriminatie op welke grond dan ook verbiedt, zijn wie je bent. Het ligt voor de hand, denk ik, denken wij, dat wanneer je permanent gediscrimineerd wordt of slachtoffer bent van uitsluiting, je een hoogst onzeker bestaan leidt. En er zijn sociale grondrechten. Het recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. In artikel 20 van onze grondwet staat zelfs letterlijk bestaanszekerheid genoemd. Al deze grondrechten vormen als het ware de grond waar we ons individuele leven op kunnen bouwen. Want er is met onze sociale grondrechten iets heel aparts aan de hand. Ze verkeren namelijk allemaal tegelijkertijd in crisis. We hebben een wooncrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis, een arbeidsmarktcrisis, een bestaanszekerheidscrisis en een leefomgevingscrisis. Iets met stikstof. Punt is, kijk je naar een stadswijk met veel kansenongelijkheid of naar een afgelegen plattelandsgebied, dan zie je dat het daar al jaren crisis is op al die sociale grondrechten. En als je daarop inzoomt, dan zie je dat ongelijkheid op onze sociale grondrechten onherroepelijk leidt tot ongelijkheid in participatie en politiek vertrouwen. Daar waar publieke voorzieningen zoals buslijnen, bibliotheken, ziekenhuizen en scholen verdwijnen, daar haken de mensen af. En dat brengt een heel ongemakkelijke vraag met zich mee. Hebben wij hen niet gewoon weggeduwd? We zien dus dat er de laatste jaren een tegenstelling bij is gekomen. Sinds de jaren 80 hadden we al de haves en de have-nots. Sinds de eeuwwisseling zijn daar de cans en de cannots bijgekomen. En ik denk dat we nu, of wij denken dat we nu onder onze ogen zien gebeuren dat we verzeild zitten in een tijdperk van de wants en de want-nots. Samengevat, grote groepen mochten niet meedoen, grote groepen konden niet meedoen en grote groepen willen ondertussen simpelweg niet meer meedoen. Dat culturele frame dat ergens eind jaren 90, begin jaren 0, die geest die uit de fles is gelaten, die slokt alles op. En mijn grote angst als ik dit verhaal hoor is, dit is het antwoord van links, maar wie luistert er dan? Ja. Waar komt het dan aan als dit het verhaal is van links op het moment dat het gesprek eigenlijk veel makkelijker te kapen is door de, laten we zeggen, identitairen? Ja. Ik ben trouwens in een behoorlijk dystopische stemming sinds de verkiezing, hoor. Dus ik hoop niet dat u hier bent gekomen om oplossing of weet ik wat. Maar dat was het eerste wat ik aan dacht toen ik de lezing las. Een links kan niet op de een of andere manier dat migratie, dat culturele verhaal, dat is waar links altijd in de verdediging zit. En het feit dat dat hier ook niet is genoemd, spreekt denk ik boekdelen. Ik sluit me aan bij wat Armin zegt. Ik ben er heel expliciet in dat ik een linkse kiezer ben. Dus voor mij als linkse kiezer, ik behoor tot jullie achterban, klonk dit mij als muziek in de oren. Maar dat is het denk ik ook wel juist. Ik denk het is heel erg mooi voor de kiezer die al links is en die al op GroenLinks of op PPDA stemt. Terwijl ik aan het luisteren was, dacht ik ook tegelijkertijd, als de zaal nu vol had gezeten met mensen met wie ik heb samengewerkt, voor wie ik heb gewerkt, met mijn cliënten, hoe zou dat aangekomen zijn? Wat denk je? Ik denk dat het niet goed was geland. En dat heeft niks te maken met de inhoud van de boodschap, maar met hoe het wordt verteld, maar ook
wat er wordt verteld. In de zin van, als je in bestaansonzekerheid leeft, dan worden dingen al heel snel ingewikkeld. En dan ben je op zoek naar, wat kan ik gebruiken? Je bent op zoek naar hele simpele, basale oplossingen. En dit verhaal vergt heel veel. Het vergt heel veel denkkracht, het vergt heel veel. Het is heel abstract natuurlijk. Dus of het aan zou komen bij de mensen die het meest kunnen gebruiken, weet ik niet. De vraag is, moet het daar aankomen? Hè? Dat zijn ook niet de mensen die aan de knoppen draaien. Ik bedoel, ik denk dat hier veel knoppendraaiers zitten. En als wij het over bestaansonzekerheid hebben of armoede hebben, dan moeten we het niet hebben over de mensen in armoede. Dan moeten we het ook niet hebben over de mensen in bestaansonzekerheid. Dan moeten we het hebben over de mensen die aan de knoppen draaien. Want die gaan over de sociale woningbouw, die gaan over de hoogte van het minimumloon, die gaan over armoederegelingen en noem maar op. En als het begrip voor dat leven aan die onderkant niet groter wordt, nou, dan zullen we altijd de foute beslissingen blijven nemen. Dus ik denk dat we net daaraan moeten refereren en dat dit aan de groep is die we moeten motiveren, inspireren en hopelijk meekrijgen in ons verhaal. Ik ben traditioneel van de PvdA natuurlijk. Ik kan nergens op een zeepkist staan zonder dat ik de vraag krijg, waar zit die arbeider? En dan zeg ik altijd, ja, ik heb je echt helemaal, denk ik, niet tegengehouden om een arbeider mee te brengen. We krijgen er wel altijd de schuld van, als ze er niet zitten, denk ik, ja, maar had hij iemand meegebracht, dan hadden we in gesprek kunnen gaan. Dus ik denk, en dat is wat ik ook in de lezing zei, we zijn echt allemaal gewoon echt aan zet. En die oproep om breed te gaan is ook een oproep aan individuen om gewoon terug de hand uit te steken, terug met mensen in gesprek te gaan waar je eigenlijk al jaren misschien niet mee gesproken hebt. De enige hoop die je hebt is om het zo tastbaar mogelijk te maken. En het kan 5 over 12 zijn, het kan 3 uur 's nachts zijn. Je kunt het een klimaatcatastrofe noemen. Je kunt het. Maar die urgentie, die moet bij de mensen direct binnenkomen. Ook zorgen over de rechtsstaat moeten geen abstracte academische discussies zijn. Die moeten direct voelbaar zijn voor mensen. En dan is het gewoon lastig wanneer je de huur niet kunt betalen, dat je dan moet nadenken over bijvoorbeeld de democratische rechtsstaat. Of over, nou ja, goed, dat is in Amerika ook zo, met die 6 januari. Ja. Dat is niet de manier waarop je de verkiezingen gaat winnen. Je gaat de verkiezingen winnen als mensen een boodschappenlijstje kunnen betalen. Het is ook geen toeval dat het laatste kabinet is geklapt op het migratievraagstuk. Links heeft daar eigenlijk geen antwoord op gegeven, of eigenlijk ook niks tegenover gezet in de afgelopen verkiezingen. Ik ben het er overigens ook niet mee eens dat we steeds blijven zeggen dat rechts heeft gewonnen, want ik geloof dat populisme heeft gewonnen. Want ik weet ook van vrienden die heel rechts stemmen dat ze absoluut niet blij zijn met deze verkiezingsuitslag. Dus het is echt wel dat populisme aan het winnen is. En dan krijg je de vraag, gaan we als links ook meedoen aan dat populistische verhaal? Want dan kun je inderdaad wel wat sneller winnen en dan win je mensen ook wel terug. Of gaan we daar een eerlijk verhaal tegenover zetten, wat dan misschien wat langer duurt om mensen te overtuigen, maar wel heel consistent. Op het gebied van migratie is er gewoon echt wel, zijn er steken laten vallen, omdat er geen verhaal tegenover zat. De PVV heeft daar heel makkelijk, is daarmee aan de haal gegaan met het migratievraagstuk. Met heel simpel, wil je meer huizen? Oh, dan gaan we die Syriërs die naast je zijn komen wonen, die sturen we terug. Dat is heel tastbaar, heel makkelijk. En bullshit. Bullshit, maar het is wel tastbaar en het komt aan. Het is populistisch, maar het komt aan. Links had daar helemaal geen antwoord tegenover. Ook überhaupt niet. Dus niet negatief, niet positief, maar überhaupt geen antwoord tegenover. Ja, we zitten nu al 20 jaar ongeveer naar politieke debatten te kijken over de culturele kwesties, over de identiteitspolitiek. Precies wat jij zei, het klimaatdebat is, op dit moment wordt het gevoerd over, doe jij wel havermelk in je koffie? En zo ja, dan ben je een goed mens. Maar voor de andere kant ben je een deugneus. Want dan ben je alleen maar moreel verheven en heb je niet door wat er echt speelt. Dat is nu een beetje waarin we terecht zijn gekomen. Ik denk niet dat dit de weg vooruit is. Maar ik denk ook niet dat we hier niet meer uit kunnen komen. Juist niet omdat je die publieke opinie ook als politicus beïnvloedt. Dus volgens mij is het de opdracht voor de linkse politiek om de klassenstrijd weer veel belangrijker te maken.
zodat we niet meer in die rare identiteitsdiscussies verzeld raken over havermelk en over migranten die zouden zorgen voor de woningmarktcrisis. Maar dat het echt weer gaat over de sociaal-economische kwesties van deze tijd. Dan gaat het er namelijk, daar hebben we net een hele lezing over gegeven. En dan dus over migratie. Volgens mij heeft links er dus wel een sterk verhaal op. Juist door te laten zien dat de migrant niet de oorzaak is van de verschaling van de publieke voorzieningen, maar dat dat door marktwerking is gekomen. En ook veel beter te laten zien hoe migratie is opgebouwd. Hoeveel procent er uit asielzoekers bestaat. Hoeveel procent uit arbeidsmigranten die we ook nodig hebben om onze oude dag ook goed te kunnen verzorgen. Dus we moeten daar iets anders tegenover stellen en wegblijven van die culturele politiek. En we moeten echt weer de sociale klassenstrijd gaan voeren, zoals we ook in de jaren 70 hebben gedaan. Maar de uitdaging zit hem niet in het veranderen van de standpunten van mensen. Dus grote meerderheden van de Nederlandse bevolking geloven dat de aarde opwarmt. Die vinden dat dat door toedoen komt van de mens. Maar die groene boodschap die wordt gedragen door veel Nederlanders. Alleen als het gaat om wat heeft je prioriteit, dan staat het niet hoog genoeg. Dan zie je dat andere onderwerpen veel belangrijker zijn. Wanneer mensen migratie belangrijk vinden, zijn het bijna altijd mensen die tegen migratie zijn. Dus wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld kiezersonderzoeken in de afgelopen campagne, van wat zijn nou de onderwerpen die jullie belangrijk vinden? Woningmarkt en weet ik veel, allemaal van dat soort dingen komen boven. Ik meen dat misschien alleen bij linkse kiezers en misschien zelfs jongere linkse kiezers het klimaat hoog staat. En dus de uitdaging zit hem niet in overtuig mensen dat er iets moet gebeuren, maar zorg op een bepaalde manier dat wanneer ze in het stemhokje staan, ze eraan denken. Zeg maar, dat is één component van politiek voeren die denk ik een beetje verloren is gegaan. Dat mensen denken dat de Nederlandse kiezer de hele tijd van mening verandert, omdat ze ook van partijen veranderen. Maar standpunten van mensen blijven relatief stabiel hele lange tijd. Wat heel erg anders kan zijn, en ik bij mijzelf ook, is waar denk ik aan? Wat is op dit moment? Wat staat er bovenaan dat lijstje op het moment dat je in de stemhokjes staat? Ik bedoel, als er een oorlog is, dan denk ik aan iets anders dan als er een economische crisis is. In het voorjaar hebben we verkiezingen gehad met exact hetzelfde electoraat. Die ging over stikstof. En je ziet dat die campagne compleet anders liep en de uitslag compleet anders liep dan een half jaar later bij de Tweede Kamerverkiezingen. De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zien er wezenlijk anders uit. Ja. Plasterk en informateurs. Maar dat is echt belangrijk. Maar we krijgen het gevoel niet aangewakkerd. Ja. En daar moeten we naar op zoek. En dat is ook iets waar wij nu... Wij staan natuurlijk ook al verder in ons denken. Want dat programma is al even gereden. Die samenkomst is ook al even gereden. Maar we moeten terugzorgen naar dat gevoel. En we moeten daar, wat ik zei, veel offensiever in zijn. Het is toch gek dat als we beleidsmaatregelen over klimaat voorstellen, dan wordt dat klimaatwaanzin. Maar de klimaatwaanzin is al bezig. Hè? Dat zijn die bosbranden. Dat is de klimaatwaanzin. Het feit dat mensen in de achterstandswijk binnenkort hun huizen ongetwijfeld veel meer moeten gaan verzekeren. Mensen, ik was gisteren klimaat verhuizen. Mensen die dus echt nu al verhuizen, want hun huis gaat minder waard worden, want dat staat te dicht bij het water en de waardedaling, en dat vinden we dan allemaal erg. Daar moeten wij veel offensiever op zijn. En ik vind ook met migranten, het is toch bullshit dat en de migrant en de zorg kapot maakt en de woningmarkt kapot maakt en de bestaanszekerheid kapot maakt en alles. Ja, hoe verzin je het? Ja, wij migranten kunnen alles. Emine, ja, dat is echt niet normaal, man. Verschat ons niet. Ja, volgens mij hoef je ons niet daarvan te overtuigen. Maar het punt is dat we echt wel kunnen zeggen dat de afgelopen 20 jaar er een bepaald electoraat is dat gewoon heel erg anti-migratie is. En de partijen waar ze op stemmen kunnen wijzigen. Zoals je net ook noemde, dat verschilt nogal een beetje. Maar er is wel een electoraat dat gewoon anti-migratie is. En waarvoor, voor wie dat punt ook echt doorslaggevend is in het stemhokje. Dus je ontkomt er eigenlijk gewoon niet aan om dat toch een thema te maken in je verhaal. En dat een links verhaal te maken. Dat een verhaal te maken dat bij jou past en dat ook binnen je ideologie past. Ik geloof niet dat we op korte termijn kunnen rekenen op een links kabinet.
Zoals Armin ook zei, ik ben daar ook wat pessimistischer in. Maar ik geloof wel dat als we consistent dat verhaal blijven uitdragen en eraan bouwen, dat dat wel weer zich zal herstellen. Op het moment dat jij praat over een hoopvolle toekomst, waarbij je ook via linkse politiek hoopt verkiezingen te kunnen winnen, vervolgens het beleid te beïnvloeden, maar om dat te bewerkstelligen, dat je dan... Ik bedoel, het linkse verhaal gaat toch over solidariteit met de minst bedeelden. Dat je dus moet zwijgen over mensen met een andere etnische achtergrond, omdat je dan misschien sommige van je kernkiezers niet weet terug te halen, is natuurlijk ook een gedrocht van een strategie. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om ons te verdiepen in de vraag waarom zoveel mensen het nu zo belangrijk vinden dat de migrantenkwestie, zeg maar, de kwestie in dat stemhokje is. En er zijn ook steeds meer onderzoeken bekend, onder andere van Catharine de Vries, op Stuk Rood Vlees, waar Armin ook veel op schrijft. Er stond een heel mooi onderzoek waarin heel duidelijk ook een causaal verband wordt laten zien tussen de mate van publieke voorzieningen, dus toegang tot de bus, tot een ziekenhuis, tot goed onderwijs, tot rechtsbijstand. En dat als die voorzieningen er allemaal zijn, dat mensen dan ook veel minder de neiging hebben om zondebokken bijvoorbeeld aan te wijzen. En dat heeft er alles mee te maken dat dat gevoel dat je ergens toegang toe hebt, wat jouw leven bepaalt, dat ook een gevoel van grip en controle geeft. En hoe meer controle en grip er is in het leven, hoe minder ook de neiging om een ander er de schuld van te geven als je dat niet voelt. En ik denk dat dit wel heel belangrijk is, deze constatering. Omdat je namelijk niet altijd alleen maar moet kijken wat gebeurt er aan de oppervlakte. Waarom vinden mensen en kiezers wat ze vinden. Maar dat je ook moet kijken wat is de voedingsbodem daaronder en hoe neem je dat weg. En daarom ook in onze lezing en ook aan het begin van de lezing vroeg jij wat is bestaanszekerheid volgens jullie. Mm-hmm. Het linkse antwoord van bestaanszekerheid moet meer zijn dan alleen maar wat is je inkomen. Hoeveel procent van het minimumloon moet er omhoog? Is dat zoveel procent van de mediaan of niet? Veel te ingewikkeld. Het moet veel meer gaan over die publieke voorzieningen en niet alleen maar over inkomen en koopkracht. Omdat dat niet alleen die grip geeft, maar ook het gevoel van samenleven. Op die manier, dat zijn plekken waar je elkaar ontmoet. En wat wij ook constateren is dat we in deze samenleving soms niet eens meer weten hoe we moeten samenleven. En het is ook niet gek als je 40 jaar lang in een doctrine zit van zelfredzaamheid, eigenbelang. Ja, dan is er ook geen solidariteit meer. Dus nog even over die migrant en waarom dat in dat stemhokje nu bepalend is. Dat komt ook omdat we deze linkse agenda over publieke voorzieningen eigenlijk die agenda moeten verstoten. Omdat dat ook eigenlijk de grondoorzaak wegneemt om überhaupt deze extreemrechtse stemmen uit te brengen. Waar we het nu over hebben, dat is de groep die massaal niet gaat stemmen. Ja, als ik kijk naar mijn wijk bijvoorbeeld, ja, er is 22% gaan stemmen. Nou ja. Maar daar zit dan toch kiezerspotentieel? 20? Ja, er zit kiezerspotentieel, maar die mensen zijn gewoon het vertrouwen in de overheid kwijt. En daar je moet je vooral iets aan doen. En dat is ook iets dat wij in ons stuk hebben gezegd. Dat vertrouwen in die overheid is gewoon terug heel belangrijk. En dat doe je niet door die mensen aan te spreken, dat doe je door voor die mensen te zijn. Je moet echt wel stick it to the real thing. Hè? Je moet echt dicht bij jezelf blijven als linkse politiek. En je moet niet gewoon meegaan. Heb je een strategie nodig? Ja, daar ben ik het mee eens. Maar je moet echt wel bij jezelf blijven. Anders ben je jezelf aan het verliezen en is die allemaal afgeropen. En ik geloof net zoals jij, als je dat consistent doet en goed doordenkt, dat je echt binnen 20 jaar wel terug een verandering kan krijgen. Dat denk ik echt. Maar je moet altijd eerst zo gek zijn om het te geloven alvorens het kan gebeuren. En mensen wel een beetje positief blijven. Dat vertrouwen, want je had het over niet-stemmers. Dat is een hele belangrijke groep. Dat is het echte afgehaakte Nederland. Mensen die op de BBB stemmen of op de PVV stemmen, die hebben al één hele belangrijke horde genomen, namelijk stemmen. Gaan stemmen. Ja. Daar ligt een enorm electoraat dat wantrouwend is. Waarschijnlijk ook precies de mensen die in de steek zijn gelaten door de overheid in al die, die zaken die jullie beschreven in je lezing. Dat is een stuk electoraat dat compleet genegeerd wordt door opiniemakers, door partijen, ook door partijen die zeggen op te komen
voor afgehaakt Nederland of ongehoord Nederland. En die groep binnenboord halen, die groep mobiliseren, is natuurlijk extreem moeilijk. Want je luistert niet naar iemand die je wantrouwt. Dus dat zijn ook mensen die over het algemeen niet aan enquêtes deelnemen en niet aan allerlei soorten bijeenkomsten. Dat zijn echt de mensen in de verdrukking. Maar dat is wel een derde van de kiezers in Rotterdam bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil absoluut niet mensen de maat nemen. Maar een aantal van die ontwikkelingen die jullie schetsen, daar was de Partij van de Arbeid niet een bystander. De Partij van de Arbeid zat in het midden van de gevestigde Nederlandse politiek ten tijde van de afbraak van een aantal van die zaken die jullie noemen. Inmiddels is, denk ik, ook de participatiesamenleving die jij gekscherend noemde, was de troonrede van Rutte II. Dat is ook een extra horde die je moet nemen als Partij van de Arbeid in ieder geval. Een soort van, ja, ik wil het niet een periode van boetedoening noemen. Ik ben totaal geen gelovig persoon. Je probeert wel mensen weer bij je te laten aansluiten die waarschijnlijk ook hebben gezien dat jij decennia lang toch een ongelukkige rol hebt gespeeld hierin. Dat is wel een rol in dat vertrouwen en het wantrouwen dat je, denk ik, niet moet onderschatten. Gun mensen even de tijd om daaraan te wennen, want doen we dat niet dan? Want dat vind ik wel een rare uitspraak. Want kijk, ik sta op iedere zeepkist in het rand. Overal moet ik me excuseren voor iets waar ik niks mee te maken heb gehad. Nee, klopt, maar dat is een erfenis natuurlijk. Hè? Je moet dat erkennen. En kijk, men vraagt me vaak van, heeft de PVV-stemmer niet tegen zijn eigen belang gestemd? Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, mijn eerste gedachte is dan, ja, maar jij had 5 à 10 jaar geleden op de PvdA gestemd. Dat was ook niet perfect in je eigen belang. Dus ik ben het daar volledig mee eens. Maar op een bepaald moment moet je echt wel, als je geschiedenis terug wil schrijven, moet je echt naar die toekomst gaan kijken. Mm-hmm. En ik zie echt wel binnen de partij nieuwe mensen. En al die nieuwe mensen moeten zich constant excuseren voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Ja, op een bepaald moment moet je ook gewoon zeggen, even kappen met die shit. We gaan naar voren kijken en we gaan gewoon verder. En in deze samenwerking is die kans er nu echt. En ik denk dat dat ook de reden is dat we er echt ook keihard voor moeten gaan. Maar ik wil niet dat al die jonge mensen zich constant excuseren voor dingen waar ze niks mee te maken hebben. Dat vind ik echt onzin. Dat linkse verhaal wat er wel is, moet op een andere manier uitgedragen worden. Dat is ook wat Emine zei. En daar horen 2 ingrediënten bij. Namelijk 1, je moet het hart raken van mensen. En niet de ratio, niet het hoofd. Niet alleen maar praten over je fantastische doorrekeningen met 0,13 uitgerekend. Hoe geweldig ook links hè, is voor de portemonnee en de rijksoverheidsfinanciën. Nee, raak de harten van mensen. En 2, laat zien dat je strijdt. Dat je vechtlust hebt. Iedereen die naar de politiek kijkt, of het nou een lijsttrekkersdebat is of een verkiezingsposter of iets anders. Mensen moeten het gevoel hebben, hey, die mensen daar in Den Haag of in de stad, ze komen voor mij op, ze zien mij, ze snappen mijn belangen en er wordt voor mij gevochten. En linkse mensen zijn vaak heel lief en iedereen hoort erbij en wil heel erg verbinden. Maar ik denk dat we soms iets scherper onze tanden moeten laten zien. Ik wil heel graag een heel groot applaus voor alle 4 de sprekers en ik zie u graag aan de bar. APPLAUS